Maria Jansen Rutte en ik hebben een gesprek gehad met Mère Josephine Clemens in het verzorgingstehuis in Grubbevorst. Mère Josephine, oftewel Maria Agnes Clemens, is geboren op 3 oktober 1926 in Sittard, als zevende en jongste kind uit een gezin. Haar bedovergrootvader blijkt ook een voorouder te zijn geweest van Toon Hermans. Op 21 oktober 1951 heeft zij de kloostergeloften afgelegd, oftewel de professie bij de kloosterorde van de Ursulinen. Dat zijn de geloften van armoede, gehoorzaamheid en maagdelijkheid. Zij was ook een van de raadszusters die de leiding hadden over het Ursulinenklooster. Bij besluit van 22 mei 1991 is zij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Ik vroeg haar waarom zij ervoor had gekozen om non te worden. Nou, omdat ik de weg wou gaan die Christus ging, goed voor de mensen. Dus ik wou Christus proberen een beetje te volgen. Voor mij betekent dat goed zijn voor de mensen. Dus die verder helpen in het leven. Dat is eigenlijk het opvoedingsideaal. En waarom heeft u dan specifiek voor de Ursuline gekozen? Omdat ik eigenlijk altijd op school ben geweest. Okay. En toen was ik zoiets van 40. Dus en slapen. En de hele dag school. En nog op het internaat wat werken. Ik verdronk. Met het gevolg dat ik over de kop ging. Hè, en ook zei tegen die overste. En nou is het uit. Ik ga niet meer naar de slaapzaal. Ik ben ook niet meer gegaan. Want ik had ook nogal eens ruzie met die overste. Want ja, ik wilde veel meer. Ik zei, we maken een zwembad. Kunt u zich nog iets herinneren? Het ergste wat u heeft meegemaakt in IJsden, hè? In IJsden. Heeft u daar nog een reactie op? Wat ik overal bij de Ursuline heb meegemaakt, heb ik ook in IJsden. En dat overal, is? Overal, dus, ja, altijd niet 100% eerlijk. Nee. Oh? Ja. Waarom? Ja. En misschien dat we het niet zagen, maar ook maar ze zijn gewoon niet eerlijk. Ze zijn gewoon niet eerlijk. Want als ik eerlijk ben, dan ben ik niet in. Dan heeft hij overste moeite met mij. En met alles zoals ik leef en doe, ja, ben ik van deze tijd, ben ik vooruitstrevend. En zeg ik doodgewoon, wij moeten het ook anders doen. Ja. Ja. Ja, begrijp je? Ja. Nou, dat heeft mij het meeste pijn gedaan. Okay. En dan ben je christen in optima forma. Dan moet je er niet alleen zijn. Door de kapel te zitten, dat te bidden. Nee, dat moet u zijn dat ik met u omga. Bij u moet ik eerlijk en open zijn. En u moet ik alle kansen geven. Voor u ben ik er als ik er als onderwijs ben. Iedereen komt aan het einde van zijn leven een keer. En ja, dat houdt een keer op. Nou is er een begraafplaats bij het Ursuline klooster in IJsden. Ja, ik heb wordt u daar nou begraven? Of, als u... Nee, dat moet ik apart vragen. Oh. Dan zou het kunnen. Oh. Maar u gaat niet terug naar IJsden dus eigenlijk? Of dat zal, nee. Nee. Het interview is gehouden op 10 januari 2024. Op 31 januari 2024 is zij overleden. Na afloop van het interview op 10 januari hebben wij nog een gesprek met haar gehad. En heeft zij aangegeven dat zij wel begraven zou willen worden op de begraafplaats bij het Ursulineconvent in IJsden.
Vanuit IJsden is toen bij de Ursuline een verzoek hiertoe ingediend. Ze heeft dit verzoek nog bevestigd en ondertekend op 26 januari 2024. Het heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. De reden hiervan is niet bekend. Mogelijk dat er een verband is met de korte tijd die er nog was tussen haar wens en het overlijden. Ze is op 3 februari 2024 begraven op de begraafplaats bij het voormalige klooster in Grubbevorst, waar zij de laatste jaren van haar leven heeft doorgebracht. Er zijn ook nog heel wat IJzenaren die nog leven en die u hebben meegemaakt. Zou u nog iets tot hun willen vertellen? Zou u nog iets willen zeggen naar die mensen eventueel? Oh, jawel, ik wel. Ik zou willen zeggen, mensen, ben er dankbaar voor. En leef bewust helemaal mee met alles wat daar gebeurt. En zorg onderling voor elkaar. Begin daarmee.